Ik ga je nu laten zien hoe het potloodje werkt. Daarmee kun je namelijk lijnen tekenen, zoals deze, vrije vormen. Hier komt de naam Doodle 3D ook vandaan. Doodle betekent namelijk krabbel. Dit is dus een vrije vorm. Maar je kunt ook met de fineliner, die onder hetzelfde potloodknopje zit, kun je rechte lijnen tekenen. En dan klik je ergens. Dan hou je de muis vast tot je bijvoorbeeld zegt, hier moet die komen. En dan wil ik daar naartoe. En zo kun je opeens hele strakke vormen maken. Het mooie is, je kunt ook inzoomen. En dat kun je doen door aan het scrollwiel te draaien op je muis. Of als je geen muis hebt, door op je trackpad met twee vingers in te zoomen. En met je rechtermuisknop kun je ook het canvas, het tekenvel, bewegen. En als je dan gaat tekenen, kun je nog weer veel nauwkeuriger tekenen. Zo'n vormpje als dit is heel handig om even voor in te zoomen. Hetzelfde geldt voor gummen. Dat is het volgende wat ik je wil laten zien. Met de gum, dat is dit icoontje, kun je dingen weggummen. En dat werkt heel fijn ook als je ingezoomd bent, want dan kun je veel nauwkeuriger gummen, precies bepalen wat je weg wil gummen. Maar als je weer grote vlakken wil weggummen, dan zoom je gewoon uit en dan ga je met je gum gewoon overal overheen en dan gaat het ook weg.